Er zijn in Arnhem genoeg vormen van vervoer te benoemen. In deze infographic lichten we een aantal toe. Een trolleybus is een door elektromotoren aangedreven bus die van stroom wordt voorzien met behulp van een tweedraads bovenleiding. Voordelen van de trolleybus ten opzichte van de tram zijn de lagere investeringskosten en de uitwijkmogelijkheid van maximaal 3,5 meter. Bij een storing kan de trolleybus met behulp van een noodaggregaat verder rijden. Het voordeel ten opzichte van een gewone bus met een dieselmotor is het ontbreken van uitlaatgassen. Binnenkort rijdt al het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen op groen gas. Dit moet zorgen voor een CO2-reductie van 90%. Vanaf december 2012 start Hermes met het omvangrijke vervoersproject. Groen gas is een gezuiverd en gedroogd biogas en een duurzaam alternatief voor aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het uit biogas geproduceerde groene gas heeft dezelfde kwaliteit en eigenschappen als aardgas. De elektrische auto kent vier verschillende soorten accu's. De zinkaccu, de nikkel-cadmium-accu, de nikkelmetaal-accu en de loodzuur-accu. De loodzuur-accu is het meest gebruikte type. De keuze van de accu hangt af van het gewicht, het maximale vermogen en de gebruiksduur ervan. De elektrische auto stoot geen schadelijke uitlaatgassen uit. In juni 2011 is het eerste oplaadpunt in Arnhem in gebruik genomen. De laadpunten hebben ook een naam. Load Location, of kortweg LOLO. De LOLO is de nieuwe toegankelijke oplaadservice voor elektrische auto's.